leven mee naar Uno. En ik kan tegen dat idee. De leiders leven vakbeweging in de jaso. En minanga de gotaki. En vandaag moeten we een oplossing vinden. Oplossing. Omdat er antwoord is voor een samenleving aan de boom. Schoren de oplossing moet gewoon in authority. Je kan van alles verwachten. Je kan fabeltjes verwachten. Je kan een aanhouding verwachten. Dat het zogenaamde wordt ingetrokken. Je kan van alles verwachten van deze regering. Ik ben eigenlijk hier voor de loonsverhogingen van de ambtenaren en elke particuliere sector. Ook voor de hosselaars. Het terugdrijven van de BTW. Daarvoor ben ik hier. En ik heb weinig geloof dat het gaat veranderen, omdat de VP weinig te zeggen heeft. Het is al bewezen dat wanneer de president komt, er een ander verhaal komt. En dat praat over de president Santoki. Dus ik kan van alles verwachten op dit moment. Je kan die mensen niet naar hier laten komen, dan spreken ze niet aan. De vakbondsleiders komen op voor de belangen van die mensen. Dan moet je luisteren als VP. En ik denk dat hij daarom naar buiten is gekomen, omdat hij hoort te luisteren. Dat is zijn taak. Hij is voor volksbelang hier. En hij is voor landsbelang hier. En dat betekent dat je gaat moeten luisteren naar de ambtenaar of naar het volk. En de VP die kwam naar buiten om een toespraak te houden en ook de vakbondsleden naar binnen te roepen. Wat vond je daarvan? Dus dat van de VP, ik hoop niet dat hij acteert hoor, want we hebben vaker meegemaakt dat hij acteert. Hij zegt zijn dingen hier, gaat naar binnen, zogenaamd komt hij met een oplossing. Maar we willen echt een oplossing, iets dat op zwart-wit staat, zodat wanneer de president komt, hij dat ding niet terug kan draaien. Weet je, dat gebeurt elke keer. En Isaac van Brunswijk loopt sensatie. Hij houdt van sensatie. Daarvoor is hij. Toch, bravo komt alles goed praten. Maar het gaat niet goed in het land. Hij doet alsof hij voelt wat wij voelen. Laat hij gewoon in het veld komen. Dan gaat hij zien wat hij voelt. Iedereen denkt dat het makkelijk is om je eigen auto te rijden. Maar als je naar je auto kijkt en naar de benzineprijzen... Wil je bijna je auto thuis laten en lopen naar het werk. En dat is niet de bedoeling. Ik bedoel, ik werk hard. Iedereen hier werkt hard. We werken niet voor ons straf. Je wilt ook een beetje leven. We willen niet surviven, we willen leven. Toch? En als de benzineprijzen nog meer omhoog gaan, dan kan ik mijn auto inleveren, toch? Dan kan ik beginnen te lopen. Lik naar een marathon willen we KLAD. Nee, we moeten gewoon kunnen leven. Gewoon kunnen surviven. Gewoon vrij onze dingen kunnen doen. Ik ben moe. Los daarvan, prijzen in de winkels gaan elke dag omhoog. Elke dag mijn termimonie om te kijken als ik wel of niet brood moet kopen. Het kan niet, ik heb maar één kind. En het moet gewoon kunnen dat ik elke dag brood en melk en boter, daar heb ik het nog niet eens over brood to space. Elke dag moet ik mijn hoofd breken van wat gaat dat kind eten vandaag, wat gaat niet, dat ik pinaar of zo. Maar als ik het voel als alleenstaande moeder, last dan die vrouwen die 2, 3 kinderen hebben en die 3 en 4 banen hebben. Het kind staat centraal, maar we willen ook gemotiveerde leerkrachten voor de klas. Dat is belangrijk. Ook mijn kinderen zitten thuis, maar we weten ook waaronder die leerkrachten gebukt gaan. De helft van de leerkrachten, 80% is niet gemotiveerd. We willen gemotiveerde leerkrachten voor de klas hebben. En weet je wat ik zo grappig vind van deze president? Je gaat eerst BTW invoeren. Dan ga je ons zeggen, januari, wil je geld? Wil je onze salaris verhogen? Of weet ik veel wat voor koopkrachtversterking? Dan liever had je dat eerst gedaan, toch? Dan had je de rust behouden in het land. Maar hij gaat niet daarvoor. Allo, badjugu, jugu. Het leek alsof hij ons uitdaagt. Wel, dit keer dagen wij hem uit. Wij gaan hem nu uitdagen. Dat we niet gaan doen wat hij zegt. Wij gaan doen wat wij willen. Wij zijn boven in een bespreking met de waarnemend president, waarbij ze ook aanzitten. De minister van Defensie, mevrouw Matura, meneer Abiyamofo, de voorzitter van de assemblée, die zit er ook bij. Meneer Ragubar Singh ook, de minister. En meneer McEnroe, ja. In elk geval, wij hebben conform uw opdracht de eisen van ons op tafel. En we zijn daar natuurlijk aangehaald. En wij zeggen van nee, onze leden die gaan dat niet accepteren. Toch? Voor ons is principieel dat die 5% op die 5% BTW terug moet van benzine. En we blijven principieel daarop en we zijn nog niet eruit. We zijn niet eruit en we hebben gezegd. Wij gaan door met de besprekingen, maar wij zijn hier bij u gekomen om u dit alvast te zeggen. En u te zeggen,
of te vragen dat hij voor vandaag alvast naar huis gaat. Ja, uno hoor het ja toen si langa. Omdat uno mopo uit als naar die steden of tenminste op dit moment niet. We gaan in een groter verband straks met een grotere vertegenwoordiging van assemblée ook erbij zitten. En dan gaan wij verder praten. Ja, maar we hebben begrepen dat het regent. Dus daarom zijn we gekomen. U wordt straks via de geëigende kanalen wederom opgeroepen. Maar gelooft u ons, wij blijven bij het standpunt dat u heeft gezet. En wij gaan proberen natuurlijk om alles te halen wat wij moeten halen. U hoort wat we morgen gaan doen. Ja, u hoort natuurlijk later van ons wat we morgen gaan doen. Dus blijft in contact met uw bond. Ja, u hoort het straks. Maar voor vandaag alvast bedankt. Wij gaan door hier zo. Yes, strijd op strijd!